Yo mensen, welkom terug op NYC. Vandaag ga ik de monitor die ik had verteld in die 60 subscribers update video, ga ik nu unboxen. Ik ga er later ook een review van doen, tenminste dat is voor jullie niet echt later, dat is na de unboxing gelijk eigenlijk. Maar het gaat dus om de ASUS, even onderwijzen van deze, want ik lees nooit echt de namen. ASUS PC239. Tenminste, ja, dat is zijn naam. En dat is dan dit monitor. Hier. Die gaan we nu unboxen. Waarom zeg ik toch iedere keer unboxen? Het is unboxen. Laat het maar, weet je. Oké, dan gaan we nu naar de unboxing. Oké, laten we maar beginnen. Dus het gaat om deze doos. Die gaan we nu even openmaken. Er zitten hier een paar lipjes op. Die, nou, er zit ook plakband op. Laten we dat maar even lostrekken. Ja, nou, dit hebben we niet nodig. Dan doen we nu de lipjes. Hier. En hier. En dan vervolgens hier. Veel hier. Ja, oké. Laat maar. Ik kan niet Nederlands praten. Ik kan alleen maar Engels praten. Laat maar verder gaan. Dan hebben we nu al dit shit. Nou. Ten eerste hebben we de power cable. Dan hebben we de... DVI cable. Ik dacht wel of dat het VGA was, maar goed, dat kan ik, laat ik maar zitten, dat kan ik zien. Okay. Dan komen we nu met allemaal boekjes, zoals gewoonlijk. Dat zal wel een handleiding zijn en shit. Ja, dat is handleiding en zo. Dan hebben we hier, wat hebben we hier? Dan hebben we hier de power brick, denk ik. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Kijk, zo in de handleiding. We hebben ook een... Geen idee, weet je. Ik weet het allemaal niet. Oh nee, dit is VGA. Ik dacht, what the fuck, zitten hier rondjes, dacht ik. Kijk maar als jullie dat kunnen zien. Nee, gaat niet lukken. Nee. Dan zit hier nog iets. En dat is voor de speakers die ingebouwd zijn. Kijk. Op naar het monitor zelf. Bedenken, hoe zit die denk ik? Ik denk dat die zo zit. Oké. Eens kijken. Of zit die toch aan de andere kant? Oh nee, hij zit ingepakt gewoon. Denk je anders Dennis? Moet wel veilig zijn. Oh nee, dat is het top. Oké. Als het goed is zou die hier moeten inzitten. Het monitor, daar komt ie. Sweet motherfucker hier. Oké, zit hier iets op? Dat gaan we even lezen. Er staat op. De naam IPS Ultra Wide Viewing Angle Full HD 1080. Frameless design, eye care, low blue light en flicker free HDMI en energy star. Oké, is allemaal leuk. En hier heb je een E, dus hij is gerankt als E, zeg maar. Voor energiebesparing shit. Hij gebruikt 22 watt, 23 kilowatt, hij is 58 centimeter. Ook wel 23 inch. Standaard. Ga ik dat maar even uitpakken. Nou, hier het standaard. Met wat plastic omheen. En dan kan je hem hier aan aandraaien. Maar je kan hem ook met een schroef draaien. Oké, je kan hem zo aandraaien met een ding. Maar je kan hem ook met een schroef stap draaien als dat nodig is. Oké, mensen. Nu ga ik eventjes de monitor reviewen. Je hebt hier onderaan allerlei knopjes. Nou, je hebt ten eerste de aan- en uitknop hier zitten. En als je op een van deze knopjes drukt, dan krijg je dit menu. En op dit menu kan je allerlei instellingen veranderen. Zoals de modus waarmee je in zit. Hij zit momenteel in game modus. Maar je kan ook theatermodus, standaard modus, scenery modus, dark room, reading mode en nog veel meer.
Vervolgens kan je ook de blue light levels veranderen. Dus dat het niet te fel is in je ogen wanneer je, ja, 's nachts zit of zo. Kan je allemaal veranderen. Je kan ook de kleuren veranderen, maar dat laten we zo staan. Je kan ook image veranderen, maar dat staat eigenlijk al best wel goed. Allemaal. Ook je input natuurlijk, maar dat maakt ook allemaal niet zoveel uit, want het staat standaard wanneer je één kabel erin hebt gestopt. En dan heb je system setup. Daar kan je een heleboel verschillende dingen in doen. Nou, ten eerste kan je de volume van de speakers op de monitor zelf veranderen. Je kan ook Gain Plus aandoen. Als je die aandoet, dan kan je kiezen tussen een aim point. En dan heb je dus zoiets in het midden van je scherm. Dus eigenlijk kan je dat een beetje zien als hacken. Nou ja, cheaten meer. Je kan ook een timer instellen. En die kan je dan op verschillende plekken neerzetten. Hij staat nu momenteel daar links. Oké, laten we verder gaan. Nou, om dat uit te zetten gaan we gewoon weer terug in de settings. En dan gaan we weer naar system setup. En dan zet je gewoon Gain Plus weer uit. Zo makkelijk is dat. Nou, je kan ook hoe heet het, eco mode aanzetten. Ook wel stroombespaarmodus. Alleen dan is hij wel iets minder fel. Je hebt ook dit, maar dat is allemaal niet echt zoveel nodig. Je kan ook keylock doen, dan kan je al die knopjes niet meer indrukken. En dan moet je via de handleiding kijken hoe je ze weer kan activeren. Ja, dat heb ik zelf meegemaakt, dat is best wel kut, maar goed. Je kan ook naar de informatie kijken van het beeldscherm. Het is 1920 bij 1080p. 68 kHz en 60 Hz. Nou, je kan de power indicator kan je aan en uit doen. Kijk, je kan de power indicator aan en uit doen. Zie je hier? Licht gaan aan en uit. Nou, ik hou hem maar voor aan, dat is makkelijker. En ja, dat is eigenlijk wel zo'n beetje alles met de settings te maken. Je hebt ook nog een paar andere dingen, zoals alignment modus of zoiets. En dan krijg je dit. Maar goed, dat is alles over de knopjes wel zo'n beetje. Als we nu overgaan naar de kwaliteit. Zoals jullie, meeste van jullie wel weten, staat een IPS bekend om de kijkhoeken die die heeft. Dus dat gaan we nu uittesten. Nou, zoals jullie kunnen zien zijn de kijkhoeken best wel goed. De kwaliteit van het beeldscherm is ook heel goed. En ik vind het sowieso een aanrader, want het is mooie kwaliteit tenminste. Dat zijn alle 1080 beeldschermen wel. Maar je hebt ook die opties en zo. En dat hele beeldscherm ziet er gewoon prachtig uit. Je hebt ook de zijkanten van de monitor, die zijn ook heel dun. En eigenlijk is de zijkant gelijk aan het beeldscherm. Kijk maar hier. Ik kan er zo met mijn vinger overheen. Aan de onderkant is het wel iets dikker, maar ja, wat verwacht je eigenlijk? Je moet ook die knopjes nog kunnen indrukken. Hier heb je een ASUS logo. En aan de achterkant heb je 3 ports voor verbinden aan je computer. Oké, op de achterkant van de monitor zit een VGA en een DVI. Een HDMI poort om aan je computer aan te sluiten. Ook zit er een kleine poort voor je power adapter. Nou ja, voor je power eigenlijk. En er zit een geluid of een audio jack poort. Zodat je je speakers kan gebruiken. Tenzij je HDMI gebruikt, dan hoef je die poort helemaal niet te gebruiken. Maar goed, dat is voor de achterkant eigenlijk wel zo'n beetje. Dat is eigenlijk over voor de hele review zo'n beetje. Dus ik wil tegen jullie zeggen, like, subscribe, comment en dan zie ik jullie in de volgende video. Peace.